Het gaat om deze bomen, links van de weg. De natuurverenigingen hebben inzage in de plannen gekregen. Als ze weg moeten voor de reconstructie van de weg, dan begrijpen we dat. Maar dan willen we toch ook wel erg graag weer 169 nieuwe bomen weer terug. Want in die plannen staat geen vervanging aangegeven. De bomen zelf zijn niet erg bijzonder. Het zijn geen schoonheden, maar ze zijn, het levendeel is gezond. Ja, en kort geleden zelfs nog onderhouden, dus gesnoeid. Binnenkort verschijnen de natuurverenigingen voor de bezwaarcommissie. Ja, heel Nederland is druk bezig om bomen te planten, om geld bij elkaar te schrapen, om de CO2-reductie in orde te krijgen. En als je dan hier om onduidelijke redenen meer dan 100 bomen gaat kappen, ja, dat past in ieder geval niet in het beleid van de Bomenstichting en ook niet in het beleid van de Midden-Delfland-vereniging, denk ik.